Het echtpaar Bos was precies 50 jaar geleden het eerste echtpaar dat trouwde in het toen nieuwe gemeentehuis in Losser. Om dit te vieren werden ze uitgenodigd door burgemeester Kroon in het Lossershoes. Toen het een beetje achter de rug was, toen kwam ik erachter dat de eerste hier op het gemeentehuis. En s'avonds werd me door een werkcollega die foto aangeboden. Ik zei, hoe kom je daaraan? Ja, hij zegt, stond in de krant, jullie waren de eerste. Ik heb direct de krant gebeld om die foto te krijgen. Dus zodoende. Ik heb gisteren toevallig gekeken op weerbericht 1970. Het was hetzelfde weer. Het was super weer. Dus ik zei hem opgezocht. Ik vond het wel leuk. Een beetje zenuwachtig natuurlijk. En is dat, maar de bruiloft was echt een geslaagde bruiloft. Want met dat dansen en springen, eigenlijk dan denk ik van, je bent net zo gek aan de cent, maar die dingen wat je dan wel deed. Hè, echt, ik kan op de bruiloft en die van toen die tijd wel leuk op terugzien. Fantastisch. Ja, en s'avonds een grote bruiloft. Ja, maar dat was s'avonds. Ja. De parochie Standpas heeft de ambtenaar Bos gedaan. Dus, en daar hebben we geen feest gehouden, 2 dagen later zijn we voor de kerk getrokken.